Zweedse kat. Nee, schat, jij gaat dit potten doen. Weg met dat vieze ding. Ah, je raakt er mijn handen mee aan. Gans, dat is fucking vies. Hoi. Vandaag staan we op de plek waar velen hun eerste kater meemaken. Of blauwtje. Of zoen. Of nog meer. We zijn aan het werk op... 3, 2, 1... De jongerencamping. En we zingen samen. Welkom in de feesten. Welkom op de allerleukste party van de dorre mensen. Welkom in de feesten. Wij mogen vandaag meelopen op jongerencamping Tenneoord. Hier komen elke zomer honderden pubers om even helemaal los te gaan. En Jochem is de man die ons gaat leren hoe je dat zooitje geregeld houdt. Eerste keer op een jongerencamping? Ja, ooit. Is het jouw ontgroening vandaag? Ja, zeker. Jouw niet? Nou, ik ben nooit op een Nederlandse jongerencamping geweest, maar ik ben wel in Rodos en Malgrat. En daar ging ik altijd heel veel meisjes zoenen toen nog. Meisjes nog? Ja, okay. Dat was die tijd. Dan is dit andere koek voor jullie vandaag. Ja. Want jij bent hier de man. Ah, de man, jij de bent hier de baas, hebben wij gehoord. Ze wel. We moeten naar jou luisteren. Nou, vandaag luisteren jullie inderdaad naar mij. Vandaag ben ik jullie leidinggevende. Het staat hier 7 weken dit seizoen. Afgelopen seizoen 3,5. 7? Oh my god, dat jij nog leeft. Ja, ja. Oh. Als je hier 7 weken werkt, dan kun je echt alles aan in de wereld. En wat vind jij dan zo leuk aan dit werk? Het leven is hier veel te gek eigenlijk. En ik ben redelijk gek. Dus ik denk dat ik dat het mooiste vind hier. Oké, maar we komen hier om te werken. Oké. Wat gaan we doen? Nou, we gaan vandaag met de ijskar rond. Dat doen we 1 keer in zoveel tijd. Daarna gaan we de club klaarmaken. Ik laat alles aan jullie over vanavond. Dat is normaal redelijk mijn taak. Maar dat is nu... Nu jullie pakken, Jan, voor vandaag. Maar wat maakt nou echt een goede jongerencampingbegeleider? Waar ga je op letten? Een beetje gek, dus je moet zelf wel nog een beetje jongeren in je hebben. Een beetje plat praten, dat wil ook wel helpen. Plat praten? Ja, want we zitten in het oosten, dus we hebben aardig veel boeren. En voor de rest sociaal, weten wat je wil, duidelijk zijn. Oké. Een heleboel. Ja, hoe voelt het voor je? Intens. Ja? Ik praat niet plat. Ik ben wel 12. Ja, dus ik lijk 12. Dus ik ben 65. Helemaal goed. En dan heb ik nog 1 kleine tip voor jullie vandaag. Omdat we in het oosten zijn, begin maar met plat praten. Heel mooi. Tegen alles en iedereen, de buren, de overburen, het maakt niet uit. Heel mooi. Dat is een soort van hallo. Het is gewoon hallo, doei, goedemorgen, fijne avond. Ik zie je straks weer. Alles. De eerste klus is ijs verkopen. Een subtiele manier om een oogje in het zeil te houden tijdens ons rondje over de camping. En om geld te harken natuurlijk. Nou jongens, succes. 2 bollen, 1,50 aan het werk. Alright. Hey, hasta la pasta. Zullen we gewoon hier deze laan in? Ja. Hey! Hey! Willen jullie ijs? Ja! Ik ben kaal! Lekker man! Hey. Willen jullie ijs kopen? Willen jullie ijs? Stoppen! Alles ruikt die tent binnen! Hi, wie wilt de ijs? Hey, deze, jij doet toch allemaal drugs en zo? Ja, wij zitten nu aan de GHB. Ja? Nee. Hallo, ik kom gewoon. Hallo, ik geef gewoon. Welke smaak wil je? Heb jij minder geld? Nee. €5 dat is prima. Oké. Okay. Ja. Als je het op je hoofd doet, dan krijg je het voor €2,50. Dat was een goede deal. Oh, deze man is schijt! Wow, mensen zijn een gek! Yeah! Wat is daar gebeurd? Vertel. Sauer zoen van mijn vriendin. En seks gehad in een bos, hè? Echt? Ja, serieus. IJs te koop! Wie wil ijs? Lekkere ijzen! Smaken meerdere! Willen jullie ijs kopen? Wat betekent deze camping voor jullie? Zuipen. En dan iets meer dan zuipen? Zuipen! Hey, zuipen! Hello darkness, my old friend. De van door andere mensen met de eien deze kant op gekeild. En toen? Ja, toen zaten onze tent er helemaal onder. Wat hebben jullie toen gedaan? Teruggegooid. En toen? Ja, hun tent vies. Sick! Jochie, je bent aan de beurt. Wie is het dol? Tot vanavond! Doei! Alright. Hey, wow, joh, dit was wel heftig. Toch? Ja, heel. Wat vond jij ervan? Nou, ook wel fijn, want wij hoefden ze niet te lokken, ze kwamen naar ons toe. Ze kwamen echt naar maar ons ook wel toe. Kut, want wij hoefden ze niet te lokken, maar ze kwamen naar ons toe. Ja. Veel geld verdiend. Heel veel geld verdiend. Ja. Tijd voor klus 2. Elke avond is het hier clubavond. Als jongerencampingbegeleider ben je verantwoordelijk voor het deurbeleid en moet je ervoor zorgen dat het feestje op gang blijft. Wat zijn de regels van een feest? We hebben geen glas naar binnen of naar buiten. In principe hebben we bekers, geen drinken naar binnen of naar buiten. En geen klompen, slippers, alleen maar dichte,
dichte sneakers. Ja, dat jij gewoon zegt, geen klompen binnen. Ja. Ja. Dat is niet toegestaan. Nee, dus, waarom niet? Omdat dat gewoon, dan kan je elkaar schoppen of zo. Ja, of stalen neus mag ook niet. Ja. Tent is versierd. Klaar voor het feest? Denk ik ook. Wow. Welkom in Club Vulva. Yeah. Even bandjes preppen dan. Bandjes preppen. Hey, daar zijn ze, de eerste! Hey, hallo! Hey okay. Jongens, goed dat jullie er zijn. Geen klompen. Wij komen daar niet voor. Geen slippers ook. Nee, mag er ook niet. Kijk je nog een beetje recht uit je ogen? Zo heftig dit. Gaan we het hier maar aan! Hoppakee! Zet hem op! Suipen! Ik zou druk, ik moet allemaal tegelijk knakken. Gaat het? Hoe druk zijn! Heb je andere mensen geweigerd of niet? Nee, we moeten ook mensen weigeren, dat is cool. Mag ik op slippers? Ja, mag ik wel. Nee, dit willen wij niet. Slippers uit, dan mag je naar binnen. Ja. Hup, slippers uit. Op je sokken, nu mag het. En naar binnen, kom. Je hebt, wacht, je hebt geen bandje, man. Je wilde gewoon naar binnen lopen. Ik heb nog één lady erbij. Zie je wat hier op mijn rug staat? Oh, je hebt een bandje. Ja. Kom, lekker. Ja? Nee, loop. Oh, jij bent je stem kwijt, toch? Ik denk al, waarom zeg jij niks? Oké. Okay. Wat is je naam? Ik. Hoe? Ik. Hoe? Hoe? Ja, kom, ga naar binnen. Let's go to the beach, eat, let's live away. Bang, bang, what the hell I say? Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. Never too shit. Als we lekker in het feestje zitten, komt Jochem ons halen voor een kutklus. Het zijn douches. Hier? Oh. Oh. Is dat gewoon mensen kakken? Oh, het ruikt heel Waarom heftig. Kakken mensen op de grond? Wat is dit? Kijk, iemand heeft over een hele wc-rol geplast. Roos, kom eens hier. Dit is jouw ontgroening bij spuiten slikken. Go. Jij moet dit doen. Hé, hey, team, we waren een team, Jurre. Nee. Jurre. Nee, schat, jij gaat dit potten doen. Weg met dat vieze ding. Ah, je raakt er mijn handen mee aan. Roos, dat is fucking vies. Druk. Nee, maar je moet... Roos, dit, hier pakken ze poep mee. Oh. Maar wat mankeert je dat er gewoon kak op de grond ligt? What the fuck, ik snap hier echt helemaal niks van. Jur, wat moet ik doen als het stukje scheid niet opgepakt kan worden? Krabben, doe niet zo fucking ranzig, Roos. Roos, hou op. Doe niet zo fucking smerig. Kijk, het gaat maar door. Heel. Oké, ik pak er zo'n klein stukje. Ik kom even slinger uit. Kom op, Roos. Je kan het. Kom op, Roos. Je bent er bijna. Kom op, Roos. Moet ik het ook even helemaal met dat doekje doen? Nee, dat doe ik wel. Ja? Oké. Okay. Hup, jij eruit. Nee. En we zijn klaar. Kom, terug naar de club. Oké. Okay.
Jonge dame, zeg waar is het vuifje? Ik ben altijd te porren voor een vuifje. Je kan me vinden op alle leuke vuifjes. Ik geniet met volle teugen van die vuifjes. Dus, willen jullie elkaar nog een keer zien? Nou, wie begint er? Ja, mag beginnen. Oké. Ik denk dat ik jullie nog wel een keer wil zien als werknemers. We hebben goed je best gedaan, hard gewerkt, goede inzet getoond. En wonder boven wonder een bijzonder goede sfeer neergezet vanavond. En het feestje was absoluut geslaagd. Nice. Oké. Ik wil jou sowieso nog een keer zien. Want ik vond je echt topbegeleider van ons vandaag. Dankjewel. Ik vond het een hele gezellige sfeer. De mensen waren heel aardig, maar ik denk toch nooit meer. Want je staat constant aan. Constant. Maar ik ben wel heel blij om te horen. Ja, voor mij ook één keer, nooit meer. Dus de ontgroening was ook de laatste? Zeker. Ja. Helemaal prima.